super, jongen. Rekert, lees, nibbit. Breaking news. Clickbait. Feline Hooy exposed. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlogmas video. Ik ben met Maaike. Hoi. Maaike is natuurlijk van de instructieweek en ik ga best wel vaak met jou buitenrit. Super gezellig. En we zijn met Martje en met Harry, het paard van Maaike. Niet in mijn trailer zo te zien, want waar we heen gaan, dat ligt soort van voor jou. Jij komt uit Utrecht, ja. Ik zit natuurlijk in Ede en we gaan naar Badmen toe. En dat ligt zeg maar redelijk op de route, dus een beetje onzinnig om met twee trailers heen te gaan. Dus Maaike die kwam zeg maar mij en Marley ophalen. Met deze dikke auto en met haar dikke trailer. En er gewoon de velgen zijn gewoon dezelfde kleur. Ja, matching. Super vet. Maar goed, we hebben Martje en Harry samen in de trailer gezet. Ik weet, ik kan me niet eens meer herinneren wanneer voor vandaag Marley in een andere trailer stond. Maar ze staan er lekker bij. Ze zijn lekker van het hooi aan het eten. Dus wij gaan naar Badmen toe. Het belooft echt een super, super, super leuke buitenrit te worden. Maar ik zal jullie straks wel even uitleggen waarom. Hallo, wij zijn aangekomen in Badmen. We hebben geparkeerd bij de Ruitersportvereniging. Ik weet niet of het officieel mag, maar ik weet dat het mag. Onze kinderen hebben het volgens mij prima naar hun zin gehad. Hallo liefje. Ik moet zeggen, Maaike is de meest rustige persoon achter het stuur met een trailer erachter. Het bizar gewoon. Ik heb nog nooit iemand zo rustig zien rijden met een trailer. Op een goede manier, op een goede manier natuurlijk. Alleen maar goed voor die paarden. Maar wij zijn dus bij Badmen nu. Ik ben hier laatst met Maartje toe geweest, omdat Maartje hier een cross had. En ik weet, ik had toen een tijdje terug een oproepje gedaan op Instagram, dat is echt al een paar maanden geleden. Of mensen wisten waar een bos was, waar je gewoon lekker kon buitenrijden, maar ook waar wat eventing in de nissen waren, zodat je ook nog een paar sprongetjes kan maken. Toen had Carlijn van Paardje op Baas mij een berichtje gestuurd van Feline, ik ga altijd naar Badmen toe. Want daar heb je dus gewoon lekker bos waar je lekker kan buitenrijden. En er staan al die hindernissen nog en maar daar mag je gewoon gebruik van maken. Dus ik wilde daar sowieso super graag een keer heen gaan, maar het kwam er nooit echt van. En toen had ik dus laatst toen ik met Maaike een paar weken geleden op buitenrit ging, toen zei Maaike ook, oh, dat zou ik zo graag willen. Dus ik zei, nou ik weet wel ongeveer waar dat is. En omdat ik dus met Maartje hier zo met haar cross was meegaan, wist ik ook nu echt zeg maar waar het was. Kijk, ik wist het adres dus van de Ruitersportvereniging waar je dan de trailer kon neerzetten. Maar ik wist voor de rest niet waar echt de hindernissen waren natuurlijk. Maar omdat ik met die cross mee was gegaan, daar op het grasveld stond de trailer. En die kant op was de start. En daar was ook bijvoorbeeld het inspringen van de cross. Dus ik weet sowieso dat daar crosshindernissen zijn. En dan verspreid door het bos heen zijn ook crosshindernissen en ook een waterbak en zo. Dus ik weet nu wat meer welke richting ik op moet gaan. Dus wij gaan lekker een buitenritje doen met crosshindernissen. Dus ik heb ook gewoon mijn springzadel. Ik heb ook maar even mijn peesbeschermers voor de zekerheid omgedaan. Ik doe niet echt een bodyprotector om, want ik ben niet van plan om 1 meter te gaan springen of zo. Gewoon een beetje boomstammetjes en eentjes. Dus ja, super veel zin in. Wij zijn opgezadeld. Hoofdstelletje aan. Nee. We hebben zadel en dekje op. Wacht, ik wil je even iets laten zien. Ik heb trouwens natuurlijk de jas van Applejack aan. Ik heb dus die flappen open, zover je dat kan zien vanaf daar. Zodat ik gewoon ermee kan rijden. Ik heb ook de laarzen aan. Ik denk niet dat ik de winterhandschoenen aandoe, want het valt best wel mee. Maar kijk eventjes hoe erg mijn matchen. Dat hebben we niet afgesproken, jongens. Hetzelfde dekje aan. Top. Nou, helemaal leuk. Oké, en als ik niet eens deze jas had aangedaan, hadden we ook nog dezelfde kleur jas aangehad, hè? Huh? Want mijn eigen, mijn normale... Waar ga je helemaal heen, Harry? Ga je met me mee? Mijn andere jas is ook die kleur. Dan waren we echt fashion twins geweest. En allebei een blauwe rijbroek. En allebei blauwe beugels. Oh. En bruin tuig. Nou, dat was echt heftig geweest. Ik ga de camera wegdoen. En ik ga mijn GoPro opdoen. Nou, ik ben echt blij dat het niet zo koud is. Want nu kom ik ook nog een beetje van lekker temperatuur. Ja, en wij. Ja, we kunnen echt heel parcours doen. Oh, daar nog één. Ja. Oh, die hele kroeg staat er, jongen. Ga gewoon een koersje rijden. Ja, deze zou ik nog wel doen, maar deze vind ik een beetje heftig. Het is wel eng, zo'n boom hier. Maar het is wel echt fantastische hoogtes dit allemaal. En ik denk, als we nou dit staat inspringen en dan gewoon lekker in het draf door heel het bos. Ja, dit is goed. Nou, dit is wel het pad van het bos, maar ik vind, ja, we naar het inrijterrein gaan.
Hallo, daar zijn we weer. We zijn lekker terug. Paarden staan al in de trailer. We zijn net op tijd terug, want het begint nu te miseren regenen. Als het goed is, zou het eigenlijk om 4 uur pas gaan regenen. Maar het begint nu al. De paarden waren zo ontzettend braaf. Echt bizar. Mar was super rustig.
mega enthousiast over de hindernis heen. Hij was helemaal niet druk eigenlijk, maar hij ging wel echt super over de hindernis heen. Ik heb ook echt best wel hoge hindernissen gesprongen waarvan ik eerst dacht, nee, dat gaan we niet doen. Maar hij deed het echt heel braaf en hij deed niet meer moeite dan nodig was. Terwijl Harry van Maaike echt gigantisch eroverheen ging. Het was echt, die deed ook super braaf, maar die sprong echt super vet eroverheen. Maar ook als we dan even stil stonden om elkaar te filmen, stonden ze super braaf stil. Staat Harry altijd zo braaf stil? Ja. Marley niet. Die gaat dus altijd achteruit lopen en stijgen omdat hij dan dus zeg maar mee wil. Maar hij begreep het volgens mij dat we dus dan even daarna wel weer meegingen. Maar hij was echt, echt top. We zijn niet zo heel lang geweest, we zijn 70 minuten geweest. We hebben eigenlijk elke hindernis in het bos wel gehad die we vertrouwden. Sommige vertrouwden ook niet helemaal, die hebben we dan niet gedaan. Maar op zich, 70 minuten buiten rijden is er niet zo lang. Maar we hebben best wel veel crosshindernisjes gesprongen. En ja. Heel trots, hè popjes? Wij gaan naar huis toe. Tenminste, jij gaat mij... Nou, Harry, niet zo leren. Maaike gaat mij thuis brengen en daarna rijdt zij weer door naar Utrecht. Krijgen we de ding niet dicht. Nou, we zijn weer op stal. Marley staat lekker te eten. Ik heb zijn stalletje gemest en er een nieuwe vlasbal ingegooid. Hoi zit in zijn hooinet. Het weer is helemaal omgeslagen. Daarom heb ik ook niet echt meer iets gefilmd. Maar eigenlijk vlak voordat we bij mij op stal aankwamen begon het te regenen. En daarna begon het te stormen, jongens. Zo hard te waaien ook. En hard te regenen en zo. Dus we hebben eigenlijk gewoon Marley heel snel uitgeladen. Spullen heel snel teruggelegd. Ik heb Marley zijn hoefjes verzorgd. Stalletje gemest. Arena de stalletje gemest. En bij Arena een borstelje eroverheen gehaald. En eigenlijk allemaal snel gegaan. En echt van de ene plek naar de andere plek gerend. Omdat je anders of wegwaaide of heel erg nat werd. Dus ik heb niet echt meer gefilmd. Maar goed, jullie weten ondertussen wel hoe het er allemaal uitziet. Want natuurlijk door vloggen was heel veel rondom stal film. Dus dat is dan niet zo heel erg als ik het een keertje oversla. Maar goed, ik ga lekker naar huis toe. Ik ben thuis aangekomen. Ik zie er helemaal verwaaid uit. Maar dat ben ik eigenlijk ook wel. Kerstboom staat aan. Laten jullie altijd de lichtjes branden van je kerstboom? Want ik heb wel eens gehoord dat je dat niet moet doen. Omdat het kan zijn dat een lichtje in de fik vliegt en dat je huis dan afvikt. Maar ik vind het toch zo gezellig als je dan thuis komt en hij staat aan. Want de eerste paar dagen had ik hem dus niet aan. En dan stond hij ook gewoon helemaal niet aan. Dan was ik dus ook te lui om hem aan te doen. En nu kom ik thuis en dan staat hij gezellig aan. Maar goed, ik ga heel klein beetje eten. Want we gaan bij Karin straks avondeten met z'n allen, maar ik heb echt zoveel honger. Ik moet iets eten, anders val ik straks neer. En ik ga me eventjes omkleden en een beetje opfrissen. Want zo kan ik natuurlijk niet bij een housewarming aankomen. Oké, ik ben omgekleed. Heb een klein beetje gegeten. Ik heb een soort van hoge staart in. En die dan zo een beetje, kan je het zien? Zo, ja, naar de zijkanten valt. En ik vind het echt heel leuk eruit zien. Ik heb gewoon een simpele trui aan van de Sting. Ik heb deze ook in het groen. Broek aan, die komt waarschijnlijk ook van de Sting. Want daar komt nog weer omkleding vandaan. Het is niet echt een party outfit. Ik weet ook niet of ik uitga vanavond. Ik blijf in ieder geval niet slapen. Maar laten we gaan. Hoi allemaal. Wij zijn bij Karin thuis. Met Dena en Jasmijn. En Isa, Suus en Karin. Ik wil zeggen iets van de jarige of zo. Weet je wel, maar de huiseigenaar. De nieuwe huiseigenaar. Want ze heeft een nieuw huisje. Ze woont samen met haar vriend Jorens. Echt super mooi geworden. Wij hebben met z'n allen, met een deel van deze mensen, wat? Nee, niks. Ik wilde de plant filmen. Maar dat gaat... We hebben deze plant cadeau gedaan. Alleen toen kwamen we erachter dat ze daar al een plant hadden. Eigen broertje. En die plant is een grote broer. Hebben wij cadeau gedaan. Echt? Ja. Bij de housewarming van de Venema. Ja. Maar hebben wij dit niet overlegd of zo? Dat we niet dus met z'n allen een plant gingen, zeg maar nu... Dat we nu met twee groepjes twee planten hebben gegeven. Ja, maar dat was meer van... Ja, wij hebben meestal geef je ook een plant, toch? Wij hebben twee housewarming gehad, toen hebben we die plant gegeven. Oh. Dus we gaan niet genoeg een cadeau geven. Nee, oké. Dat heb ik nooit gezien. Verdrongen. Maar je hebt best wel veel planten eigenlijk hier. Je hebt nu daar een plant. Nee, jongens, daar een plant. Daar een plant. Wat? Dat is zo random. Oké, schat. Maar hovenier. Hovenier, ja. Tuinier is in de kast, toch? Ja, maar oké, jij was toch. Lekker kaal, leuk huisje. Wij hebben eten laten komen. Ik heb pasta en een broodje en wel de aardappels besteld. Oh, maar de aardappels zijn niet geleverd. En Karin had ook aardappels. Ja, omdat anders Karin is aan de telefoon. Maar Karin is nu aan het bellen. Want die had ook aardappels en die is uit ASMR bij verleden. Eet smakelijk. Ja, ik heb ook straks mee. Hoor. Oh, dit ruikt zo. Oh, wie is dat? Oké, fietsmerk. Ik fiets. Ja! Hallo. Kut, is ook een nummer. Ander woord voor de ronde ding
waar we op leven. Aardappel. Ja, maar in Engels. In Engels. En dan... Niet nice, maar it's... Van Michael Jackson of zo? Nee, van de... Christmas. Als je het mooiste bent van ons land. De meest Nederlands. Ja. Een automerk. Jammer, je zei Tesla. Mini. Het is een diamantje als logo. Was het Nederlands? Oh, de Ja, ja, ja. Een hele grote stad in China. Hongkong. Nee, een andere. Ja. Peking. Nee, iets met Shanghai. Het begin. Nee. Ja, dat was hem. Zeg nog eens. Shanghai. Nee, je zegt het anders. Nee. Stop. Maar Nederland telt Shanghai. Niet. Shanghai. Shanghai. Maar Nederland is een naam. Mag je geen stukje mee? Je mag geen gedeelte van... Deze gewoon in mijn adrenaline van dit spel. Ja, ik ook. Isa, wat gewonnen! Wij liepen letterlijk de helft van het spel achter. En we hebben gewoon gewonnen. Ja, maar echt gewoon niet een klein stukje achter. Maar echt zeg maar, hun stonden hier. En wij stonden gewoon nog bereid zo. En dan stonden we hier. Echt. Bizar, we hebben gewoon gewonnen. Ik ben echt trots op mezelf. En nu heeft Emma drinken op het kleed laten vallen. Ik moest deppen. Oké, moet ik deppen of moet ik wrijven? Deppen? Moeten wij deppen? Ja, maar goed. Even serieus zitten. Oké, we hebben nog een heel grappig verhaal. Isa, iedereen wordt enthousiast met dit spel waar Isa nog een keer 10 zit. En ik praat altijd al heel snel. Dus Isa riep keihard, de zangeres van Starship. Starship! En ik dacht dat ze... Ja, maar kijk, als ik heel snel zeg... Starship! Ik verstond Starship! Dus ik zo... Lees! Zij verstond letterlijk... Een merk van de zakjes. Dina, kijk eens vanaf een andere. Dus ik zeg hier zo. Kaart. Lees. Nibbits. Zei je Nibbits? En dat wilde ik zeggen. En toen hoorde ik Starships. En toen riepen Emma en Nicki Minaj. En toen dacht ik, oh, het gaat niet over zakjes. Gefeliciteerd. Thanks. Met jullie winst. Jullie hebben ook goed gespeeld. Ja, dankjewel. Sportieve handdruk. Ik ga je helemaal inmaken met Cards Against Humanity. Oh, prima. Ja, volgens mij heb ik het wel eens eerder gespeeld. Ja, dat hebben we wel eens. Ja, in de Center Parks. Maar je moet, dit, want net zoals ik doe altijd Exploding Kittens. Maar dan moet je zeg maar al, als je dit vaker gespeeld hebt, dan ben je er goed in. Nee, maar ik heb het alleen met jullie de keer gespeeld. Ja, maar jij bent sowieso iemand die jullie bijzonder of virale vindt. Ja, maar... Jongens, alles wat Faye vertelt is nep. Breaking news. Clickbait. Lienhoi exposed. Wow, dan krijg je een views, jeetje. Alles wat ik zeg is Lienhoi blijkt nep. Lienhoi blijkt een robot. Blijkt fantasie en poes. Hoe noem je dat? Pussy of zo. Wat? Poesie. Poesie. Oh, dat is wel vroeger. Dat poesie album was. Iedereen zei poesie album. Mijn moeder zei poëzie. Poëzie. Lastig. Geen elk klein kind zegt poëzie. Ik moet dan weer denken aan Nepal, van Jos Mijn. Nepal. Ja, dat is poëzie. Maar poëzie. Ja, maar mijn moeder zei poëzie. Nepal. Ze hebben heel de avond Nepal en Nepal. Jullie zeggen allebei hetzelfde. Jullie zeggen allebei Nepal. Nepal is hard. Het is gewoon Nepal. Ja, jij zegt het goed. Nepal. Jas zei Nepal. 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 Verre shit dit, jongens. Dit gaat niet te ver. Ik ben weer thuis aangekomen. Ik heb mijn jas nog aan. Maar oh, wat zit hier lekker, jongens. Oprecht. Het is denk ik een van de fijnste winterjassen die ik ooit gehad heb. Hij zit ook super mooi. Jasmijn zei ook van vriend. Ik denk dat ik hem ook ga halen. Want hij staat echt super mooi. En het is zo lekker om een lange jas op stal te hebben. Dat is echt niet te doen. Maar in ieder geval, ik ben weer lekker thuis. Ik ben niet. Ik ben als eerste weggegaan. Want de helft bleef slapen. Een deel van ging weer naar huis toe. Een deel ervan ging ook nog uit. En een deel ervan is ook nog ziek. Dus het was een beetje van, nou, wie gaat wat doen? Maar omdat ik morgen om 9:30 al op stal moet zijn, dacht ik, het is niet het handigste als ik nu uitga en meega en alles. Dus ik had ook voor de rest niet gedronken, al moest ik gewoon met de auto naar huis toe gaan. Maar het was wel heel gezellig, dus dat was natuurlijk weer top.
Ik ga deze de video afsluiten. Ik ga nog eventjes, het is nu 1:15. Ik ga nog eventjes de video van morgen ga ik inplannen. Want die heb ik wel geëdit gisteren expres. Omdat ik dus wist dat ik vandaag er geen tijd voor had. Super chill, dus moest ik dat nu nog eens doen. Die ga ik nog even inplannen voor morgen. En dan kan ik morgenochtend de thumbnail doen, de titel en al dat soort dingen. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei!